De Nijmeegse Jernilius Martina heeft de verkiezing van Uniek Sporttalent 2018 gewonnen. Voor de prijs waren 94 sporters genomineerd, maar de 6-jarige Jernilius had de meeste stemmen van het publiek gekregen. Joëllys Oreman, de moeder van Jernilius, is vooral heel trots. Ik heb geen woorden voor. Het is gewoon super duper iets. Ja, het is zo speciaal, uniek en het is gewoon mooi. Ik heb geen woorden voor. Ik dank gewoon God aan alles. Dus we zijn gewoon super duper blij. Jernilius werd op de tennisclub door de organisatie van het Uniek Sporttalent overvallen. Maar stiekem wist Jernilius het al wel langer. Mijn broers en zus zagen dat de mensen al zeiden. Toen wist ik het al. Met het winnen van de titel krijgt Jernilius buiten een hoop bloemen en taart ook een groot geldbedrag. Het kan ons een beetje helpen, want we hebben het niet zo breed, maar we zijn gewoon super blij. We kunnen zijn sport betalen en iets leuks wat hij wil, mag hij krijgen. Dus hij mag het gewoon kiezen wat hij wil. Nog een keertje sparen voor nog een politieauto en naar een pretpark. Vandaag zal het een feestdag zijn, maar voor de rest zal er aan de sportende Jernilius niet zoveel gaan veranderen. Nee, hij blijft gewoon lekker door. De bedoeling is dat hij kan die zwemles ABC krijgen. Race running blijft hij gewoon doen en rolstoeltennissen. Dus het is gewoon geweldig.